welkom in de Jaguar. Dankjewel. Kun je mij vertellen wat je precies doet? Ja, ik heb een bedrijf gespecialiseerd in gewasbescherming. En ik heb een techniek ontwikkeld waarbij we 99% minder milieubelasting veroorzaken bij het spuiten van landbouwgewassen. Dus aardappelen, bieten, bloemkolen, schorseneren. Al die soort gewassen kunnen we behandelen met mijn techniek. En dan veroorzaken, ja, het is bijna nul milieubelasting meer. Maar hoe heb je dat bedacht? Hoe ben je daarop gekomen? Nou, ik ben iemand uit de praktijk en ik heb heel veel praktijkervaring. En ik ben dus 15 jaar geleden begonnen met een idee. En ik heb er 7 jaar aan gewerkt. En dit is nu sinds 3 jaar echt goed op de markt. En we zijn nu in een heel groeiende fase, zeg maar, van het bedrijf dat we wereldwijd willen. Ik heb er dus al in 6 Europese landen heb ik mijn machines al lopen. Maar we willen echt nu wereldwijd groeien en wereldwijd. Ik ben dus ook bezig met een crowdfunding nu. Ja? Om financiering te zoeken om die groei mogelijk te maken. Want ja, je hebt andere gebouwen nodig, je hebt meer voorraad nodig, al dat soort dingen. Ook meer mensen natuurlijk. En daar zijn we nou druk mee bezig. Hoe heet het product, het bedrijf? Wingsprayer. Wingsprayer. Ja. En als jullie wereldwijd willen gaan, dan is mobiliteit natuurlijk ook wel echt een onderwerp waar jullie mee bezig zijn, denk ik. Ja. Wat betekent mobiliteit voor jullie bedrijf? Nou ja, goed, in West-Europa willen wij de toelevering en ook de gesprekken en zo de handel zelf doen. Maar goed, in het buitenland en overzee willen we echt met licenties gaan werken. Maar goed, dan betekent mobiliteit ook natuurlijk veel vliegen. Ja. Maar ja, goed, het opbouwen ter plekke en zo, of bij fabrikanten van gewasbeschermingsmachines, want ik werk dus samen met heel veel fabrikanten, hè, want die hebben een eigen netwerk, die hebben eigen importeurs, ja. Die hebben mensen die er verstand van hebben. Nou, en om al die mensen op te leiden, zeg maar, de verkopers, regionale verkopers op te leiden, ja, daar moeten we naartoe, dan moeten we presentaties houden. En dat is mobiliteit belangrijk. Dan is mobiliteit belangrijk. Laatste korte vraag, wat is nou jouw favoriete auto? Nou, ik heb een poos terug in een ander merk gereden, ook een super auto, een hele sterke. Maar toen ik deze zag, ben ik meteen, deze Jaguar zag, ben ik meteen erop afgekomen. Ja, ik vond het wel heel mooi. Chic, galant. En wat voor kleur zou het dan worden? Even een vrouwelijke vraag. Nou, die wit of ja, ik denk wel wit. Het is wel mooi, hè, het witte. Ja, wit is mooi. Dankjewel, Harry, graag voor dit gedaan. Gesprek. Jullie bedankt.